In mijn vorige filmpje had ik het over de verschillende bewustzijnsniveaus, wat er nu gebeurt op de aarde. En vanuit mijn QHT-sessies krijg ik heel veel informatie over wat er vanuit de verschillende dimensies hier op aarde gebeurt. Als we het hebben over de shift, over die event. Wat ik heel veel hoor is via verschillende mensen, is dat hun ziel hun voorbereidt op dat wat er nu gaat komen op de aarde. En wat is er nu aan het gebeuren op de aarde? Eén, er zijn heel veel lichtwezens, energieën met een kracht. En die kracht is liefde. En die energiewezens die zijn in grote getallen zijn ze op aarde, om de mensen heen, om de natuur heen, om de aarde heen. En daar nog eigenlijk een laag overheen, omheen. Werken ook in de verschillende dimensies, maar ik heb het specifiek even over op de aarde. Ze komen hier met z'n allen om liefde en licht te brengen, omdat we op de aarde deze shift aan het maken zijn. We zijn op aarde, zijn ze het trillingsniveau van buitenaf aan het verhogen. Dus ze willen dat we uit een overlevingsmentaliteit gaan, uit een mentaliteit van geld, macht, politiek, strijd, angst. Dus vanuit het universum, vanuit de kosmos zijn ze bezig om die energie te verhogen. Zodat het makkelijker voor ons is om in die hogere bewustzijnsniveaus te stappen. Ja? Dus lichtwezens, entiteiten, positieve entiteiten zijn bij ons om het werk te doen. Nou, wat heel verdrietig is, is dat heel veel entiteiten oplossen, omdat er heel veel mensen hebben het zo zwaar. Heel veel mensen zitten vol angst, zitten vol onzekerheid. En die lichtwezens, die doen zo hun best. Die zeggen, ik ben hier met al mijn licht en liefde, maar dat wordt niet opgevangen. Maar ze doen hun best. En eigenlijk lossen ze op, omdat ze eigenlijk leeggezogen worden door heel veel mensen die, nou ja, een beetje de vampierzuigers, die verlangen naar liefde en licht, maar vervolgens hebben ze het en ze doen er niks meer mee. Dus heel veel hulp en steun hebben vanuit de licht en liefde energetische wezens. Daarnaast hebben we de wezens vanuit verschillende planeten. De wezens die we kennen als aliens, als galactische wezens, als UFO's, spaceships. Wezens vanuit de hogere dimensies komen op aarde om onvoorwaardelijk liefde te brengen. Zij maken zich zorgen over de kwaliteit van de aarde en ze zijn in grote landen waar veel olie is, kerncentrales, de wapens. Ze zijn in Amerika, zijn ze daar veel te zien, omdat in Amerika zijn ze al jaren, doen ze eigenlijk experimenten met de UFO's, hebben ze al jaren contact daarmee. Alleen dat wordt allemaal in het derde dimensionale niveau wordt dat stilgehouden. Hè? Het wordt allemaal in de doofpot gestopt. Niemand mag er weten, want het schijnt heel eng te zijn, maar het is niet zo. Er zijn zoveel liefdevolle galactische wezens die vanuit hogere dimensies komen. Die gewoon volledig alles weten. Die de hele nieuwe technologie op aarde brengen via ons. Die de hele nieuwe technologie op aarde brengen, want eigenlijk zijn het meestal de hoge galactische wezens die incarneren in ons, die de nieuwe technologie op aarde brengen. Denk aan vliegtuigen, denk aan telefoons, wasmachines, stroom, elektriciteit. Ze hebben het straks over vliegende auto's, bewijzen van hè, spaceships, vliegende auto's. Nou, verzin het maar. Maar het is leuke informatie wat er allemaal te vinden is. Dus wat ik tegenkom in mijn sessies is dat de galactische wezens liefdevol ons begeleiden om in ons bewustzijn te verhogen, zodat we de boodschap kunnen doorgeven dat we met z'n allen het klimaat moeten veranderen. Dat we moeten opletten op onze gezondheid, op de natuur, want we zijn één met de natuur. Hè, dus als we ziek zijn, kan de natuur ons helen. Hè, ik hoor ook, als we het hebben in de sessies over gezondheid, hebben ze het allemaal over. Liefde heelt, gezond eten heelt, plantaardig eten heelt, lief zijn voor elkaar, een liefdevol bewustzijn, eenheid, je verbinden met het hogere. Wil je helen, wil je gezond zijn, wil je groeien, zijn dat allemaal dezelfde lessen die het hogere zelf keer op keer zegt. En niet alleen het hogere zelf, de andere wezens van de andere wereld hebben het allemaal over, ja,
Je weet het toch? Stap uit die lage energie, kom in die hogere energie, verbind je met het licht, verbind je met liefde en dan zal alles naar je toe komen. Interessant, hè? Wordt alleen maar gezegd. Nou, de Shift the Event, die vindt dus plaats vanuit het universum op de aarde. En wij als mensen zijn dus ook bezig om vanuit de aarde die verbinding te maken met het universum. Dus is er een beweging die van buiten naar binnen gaat en een beweging van binnen naar buiten. De lichtwerkers, de boodschappers, de lichtstrijders, de healers, de mediums, die zijn allemaal bezig, nou ja, als het goed is, met persoonlijke ontwikkeling om zelf in een hoger bewustzijn te komen, los te komen van negativiteit, los te komen van angst. Dat doet die trilling ook. Die trilling trekt ons omhoog, maakt ons dood en doodmoe, geeft heel veel informatie door, download heel veel. Mensen, hun zintuigen worden sterker en sterker en sterker. Mensen gaan veel meer dingen waarnemen, krijgen veel meer informatie binnen. Mensen horen dingen beter, voelen dingen beter, proeven dingen beter, ruiken dingen beter, zien beter. En er komt een andere manier van denken binnen. Het hart gaat open. En niet alleen het hart gaat open, eigenlijk alle chakras gaan open. Niet alleen alle chakras gaan open, eigenlijk ook de aardester, je zielenster. Je hele kosmische lichaam trilt open. Ik had laatst, nou ja, een paar maanden geleden, werd mijn kristallijne lichaam geactiveerd. Mijn ascensielichaam is geactiveerd. Waarmee ik kan hele transreizen en time travelen. Interesting. Ik heb nu twee jonge katten en nou, van slaap in de nacht is ze heel vaak wakker worden. Het is net een baby. Baby's, het zijn 2 van 11 maanden. Dus dat is gekke werk. Dus mijn dromen die zijn er wel, alleen ik heb niet meer zo heel snel door wat ik allemaal droom. Maar dus 's nachts zoveel informatie wordt gedownload. Dus als je moe bent, neem dan ook even de tijd om te slapen. Want je bent aan het shiften in bewustzijn. Ja, je bent aan het shiften in bewustzijn. Dus we zijn, wij mensen, veel mensen die, nou ja, wij vinden elkaar nu. Jij vindt mij, ik vind jou. Wij vinden elkaar nu in het bewustzijnsniveau dat we denken, en we noemen dat eigenlijk ook een beetje wakker worden. Awakening. En van awakening ga je naar awareness. Je gaat, oké, ik word wakker en ik ben me bewust dat ik zit niet lekker in mijn vel. Ik werk mezelf tegen. Er is iets wat aandacht van me vraagt, maar ik kan er eigenlijk geen grip op krijgen. Nee, en dan hebben we elkaar nodig. We hebben spiegels nodig om daar naartoe te gaan, te komen. Hè? We hebben een beetje de mensen nodig die al meer werk hebben gedaan. We hebben elkaar nodig om te waarnemen wat er gebeurt met elkaar. Dus we zoeken elkaar op, omdat wanneer we samenkomen, Deepak Chopra doet meditatiesessies met duizenden mensen. En duizenden mensen met elkaar, moet je nagaan wat het universum daarvan vindt. Die heeft zoiets van, wow, hè? Is opeens een hele grote groep die opeens in een hoger bewustzijnsniveau zit, waarbij er heel veel sneller gedownload kan worden. Dus er vindt een energietransmissie plaats op een grotere schaal. Dus als we dat met z'n allen gaan doen, we vinden elkaar, we komen bij elkaar, vindt veel sneller een energieverandering, een transitie plaats. Een transmissie, transities, ja, verhogingen van energie plaats. Waardoor we sneller kunnen groeien. Dus we maken groeisprongetjes doordat we samen zijn, doordat we samenkomen. Dus het is ook eigenlijk heel belangrijk om in groepsessies te zijn en met gelijkgestemden te zijn. Zo kan je sneller groeien. Zoek elkaar op. Essentieel. En dus dat we ook tegen elkaar gaan zeggen, wauw, ben je toch fantastisch? Wauw, ben jij goed, hè? En wat ik al heel vaak zeg in mijn filmpjes, ik zit ook een beetje in een omgeving wat mij niet stimuleert, hè? En ik heb echt vrienden die dat wel doen. Maar ik heb heel veel mensen die nog steeds een beetje zoiets hebben van, spiritualiteit, zielen, waar heb je het over? We hebben er helemaal geen kennis van. En waarom hebben we er geen kennis van? Omdat we kennis hebben van macht. We hebben kennis van strijd. We hebben verstand van competitie, van prestatie, van ons best doen, van mooi zijn, van altijd maar meer en beter willen. We zijn helemaal niet ontwikkeld in gevoelens. Hey, lieverd, hoe voel jij je vandaag? Ja, goed. Oké, jij? Ja, ook goed. Doei, hey, doei. Ja, hè? Zo gaat het wel. Dus als wij nou op de basisschool zouden zitten, en ik had het echt wel graag gewild, en ik werd onderwezen in energie, in gevoel, in liefde, in
mijn sociale vaardigheden. Van oké, hoe ga je nou met elkaar om? En volgens mij heb je tegenwoordig groepjes met voor pesten en zo, weet je. Nee, dan gaan we daarheen, weet je. Die macht en die strijd is bij kinderen zo gaande. En het is aan ons om onze kinderen te leren van, hè, kijk eens wat er meer is. Maar ja, dat vraagt aan ons om in dit hogere bewustzijnsniveau te komen. Maar dat wordt er dus ook van ons gevraagd. Dus, do you want to wake up? Ja. Ook als we het hebben over de zorg, de reguliere zorg. Mensen geloven nog heilig in de reguliere zorg, maar heb je wel eens gezien als mensen kanker hebben, die komen in het ziekenhuis, die krijgen chemo's, pillen, medicatie. En heb je gezien wat ze daarbij eten en wat voor eten ze krijgen? Nou weten wij allemaal echt wel dat wanneer je groen op je bord hebt liggen, dat het gezonder is dan iets gefrituurd. Dat dat gezonder is dan varkensvlees. Dat dat gezonder is dan iets heel vets. Ja? En waar moet ik aan denken? Aan gepureerde aardappel. Is het aardappelpuree met jus en zo'n worst. En een pakje appelmoes. En koffie. En mensen, wij weten heel goed wat gezond zijn is. En ik wil ook even dat je gaat nadenken over voeding. Weet je, in deze tijd, wanneer de energie omhoog gaat, heb je goed verteerbaar voedsel nodig in het lichaam. Dus voeding is essentieel in jouw veranderingsproces. Ja. 3D, veel vlees eten, roken, koffie drinken, alcohol, heel veel seks. Is allemaal je creatieve energie wordt gekanaliseerd in een lage energie. Je creatieve seksuele energie is een hoge energie. En die wil je gebruiken voor je hartsmissie. Die wil je gebruiken in je totale vermogens. En ik lees net een heel mooi boek ook over hoe overleef je. En daar staat het eigenlijk ook in dat depressies, wat staat er nou? Het ruiken aan saffraan. Saffraan is een kruid. Het eten van saffraan is best wel duur. Maar het eten van saffraan en alleen het ruiken aan saffraan geeft al serotonine vrij. Gelukshormonen. En mensen die meer dan 8 koppen koffie drinken, die blijven depressief. Maar mensen die zo 2 of 3 kopjes drinken, hè, dat is eigenlijk nog oké. Okay, maar weet je, het dempt, het schakelt uit, het verlaagt je energie. Doordat je dan ook in onzekere negatieve gevoelens komt. En dat doet die lage energie ook. Die zorgt ervoor dat je in die hele lage, zware, die energie komt. Ik kom er niet uit, ik zit vast, ik weet het niet, ik snap het niet, ik weet niet wat ik moet doen. In mijn hoofd en mijn hart kan ik niet luisteren. En het is snelheid en het gaat maar door en er is stress. Er is geen tijd om stil te staan, er is geen tijd om te luisteren, er is geen tijd om te voelen. Er is geen tijd om stil te staan bij het zelf. En dan hebben we een keuze. In 4-dimensionaal niveau hebben we een keuze. Ik kies voor me-time. Ik kies ervoor om lekker stil te zitten. Lekker muziekje te luisteren. Rustig te koken. Gezond te eten. Goed voor mezelf te zorgen. Liefdevolle vriendschappen aan te gaan. Eerlijke gesprekken. Waarheid. Om in een liefdevolle intimiteit te komen, om jezelf te respecteren, om jezelf niet meer weg te geven, om eer te hebben aan je lichaam, om in het bos aanwezig te zijn, in de natuur, vakanties. Liefdevol voor jezelf te zijn en liefdevol voor anderen. Met je kinderen tijd en aandacht hebben zonder tablet, zonder televisie, zonder telefoon. Ja, je gaat dingen lezen die goed voor je zijn. Je gaat dingen opzoeken die goed voor je zijn. Je laat je intuïtie spreken. En dat is eigenlijk wat de energie buiten ons met ons doet. Die stuurt ons naar plekken. Die stuurt ons naar mensen. Die stuurt ons om bij elkaar te zijn. Die stuurt ons om te groeien. Om verbinding te maken met
met alles wat is. Met de lichtwezens, de liefdewezens, met de natuurwezens, met de galactische wezens, met de lucht, met de aarde, met de adem, met ons lichaam, met onze voeding. Met ons vermogen om lief te hebben, te knuffelen, intimiteit te hebben. En verhalen te delen en kwetsbaar te zijn. En de ingang van al dit werk is gevoel. Zintuigelijke waarnemingen. Voelen via je lichaam, voelen in je lichaam. Voelen wat het leven met je doet, wat het leven met je heeft gedaan. Voelen wat je wil, waar je kracht zit. Hè? Mensen vinden het zo moeilijk om boosheid en kracht met elkaar te onderscheiden. Nee, ik ben nooit boos. Maar als je nooit boos bent, dan kan je ook niet in je kracht gaan staan. Want kracht is die, oh, die drive, die yes, ik wil. En laat me met rust. En ik ben belangrijk en ik ben de beste. Hè? Dat is wel een beetje, dat is ook boosheid. Van verdomme, ik doe dit allemaal niet meer. Ik kies voor mezelf. Hè? Dat is ook boosheid. En liefde is ook zeggen, nee, stop, tot hier, niet verder. Dit doen we gewoon niet. We hoeven niet te schreeuwen tegen elkaar. We hoeven elkaar niet te manipuleren. We hoeven niet te straffen en te belonen. We kunnen gewoon heel liefdevol in contact blijven en zeggen, hé, lieverd, dit vind ik niet leuk. Hè? We hoeven niet te zeggen, oké, nu krijg je straf, nu moet je naar boven. Nee, lieverd, niet leuk, doen we niet. Nee. Heel kort en duidelijk zijn. Het hart heeft weinig woorden nodig. Liefde heeft weinig woorden nodig. Hele serenades geeft liefde. Hele poëtische teksten doet liefde. Want liefde is daarin heel creatief en heel poëtisch en heeft heel veel inspiratie. Dus de meeste mensen die in liefde zitten, weet je, die schrijven boeken, die schrijven toneel, die maken muziek, die hebben de mooiste inspiratievolle meetings, vergaderingen, intercollectieve, wat is het? Overleg en mooiste sessies. En dat is allemaal die creatieve inspiratie. Is allemaal liefde. Is allemaal kracht, power, essentie, empowerment, embodiment. Nou, ik weet nu even niet meer waar ik naartoe ga. Dus ik stop ermee. Ik stop er gewoon even zo mee. Want anders ga ik hele gekke dingen zeggen, geloof ik. Maar we zitten in de shift. En de shift voel jij op jouw manier, ik op mijn manier. En als we dat allemaal aan elkaar vertellen, dan zetten we opeens, hey, ik heb dat ook, hey, ik heb dat ook, ik heb dat ook. Dus laten we delen, laten we vertellen, laten we praten. Ga niet in je eentje zitten, want hier kom je in je eentje, is het een beetje pittig, is het een beetje zwaar. Dus ga delen, want er zijn heel veel met jou, er zijn heel veel met mij die aan het ontwaken zijn in dit mooie proces. Yes! Tot gauw!